Een hele goede dag mensen, leuk dat jij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan nog verder in Bahrein. De practice programs hebben we er al op zitten. Nu gaan we door naar de korte kwalificatie. Kijken wat het dan gaat worden. Welke positie wij in de race mogen starten. En ja, ik ben benieuwd wat het gaat worden mensen. Ik hoop jullie ook. Maar eerst de introductie. Qualifying is nearly upon us and the drivers look as if they're all geared up to go. I expect we'll be getting underway very shortly. I was looking at some highlights of previous races here and the one thing that really stood out to me was the run down to turn one. It's not an easy one to navigate as everyone is scrapping to get into their first. We've seen in the past how tricky the first corner is. It's not an issue in practice and qualifying, but if you throw a lot of highly competitive drivers at it all at once, you've got an entirely different situation. The smarter drivers will be able to temper their approach and stay out of trouble, but it doesn't mean it's easy. Nou, hier zijn we dus in onze eigen POV. Iemand gaat al naar buiten, hoor ik. Sorry. Dat is mijn teammaatje volgens mij. Hoor ik dat goed? Een paar verbeteringen zijn dus ingeschakeld en wij gaan dus een outlap beginnen. Voor onze kwalificatieronde in Bahrein. Volgens mij is een van de McLaren's ook al buiten, zag ik. Ik weet niet wie dat was. Volgens mij Lando Norris, maar ik weet het niet zeker. Mijn teammaatje is ook al naar buiten. Sorry. De belichting is sinds F1 2019 heel veel verbeterd, zie ik. Als je dat gaat vergelijken met 2018, dan is dit gewoon een van de mooiste punten van 2019, gewoon het licht. Raikkonen heeft snel zijn tijd neergezet en wij naar P3. Op een 3/10 volgens mij. Had ik gelezen of gezien. Inmiddels naar P11 verwezen. Sorry. Kimmy naar 13. Naar 16. En wij naar de laatste plek. Dus wij moeten ervoor zorgen dat wij nu niet weer als laatste kwalificeren, net als in Australië, vorige aflevering dus. Zou ik zeker even checken als je deze nog niet hebt gezien. Ja, Leclerc heeft intussen de pole tot nu toe gepakt. Sorry. En wij moeten dus gewoon een goede tijd gaan neerzetten. Wel in het rood, maar dat geeft niks. We kunnen die in sector 1 en 2 en 3 nog goed maken. Kijk eens, in het groen. Dat betekent goed dat we een verbetering van onze eigen tijd hebben. En als het paars is, dan is het de snelste de snelste sectorentijd. Oh! Nou, we hebben de track limits overschreven. Dus dan moeten we nog een ronde gaan doen. We sparen nu gelijk fuel en earth voor deze ronde. En dan moeten we alles opengooien. En dan gaan we kijken wat deze ronde dan gaat worden. Sorry. Ja, we sluiten toch nog door om door te gaan, want jij hebt die track limits namelijk overschreven. Maar dat hadden we eigenlijk niet moeten doen, dat vertragen. Want nu zitten we al gelijk 3/10 boven onze tijd, wat niet goed is. Dat betekent geen verbetering voor ons, terwijl Butler naar 18 is gegaan. Norris naar 19. We krijgen het zwaar en ja, ik besluit gewoon om op te geven. Dat heeft geen zin. Ik moet wel even wennen aan de snelheid. Want in 2018 stond Restart Session altijd gelijk eronder.
Dus als je eerst mij tegenkwam, gewoon helemaal bovenaan om die start session. En nu is het namelijk weer omgedraaid. Dus ik moet heel erg wennen aan de positie waarin hij staat. We hebben nog tijd voor een flying lap gelukkig. Sorry. Nog een paar seconden op de klok. Naar P19 gewezen. Want Butler is vertraagd. Ik weet ook niet waarom hoe dat kwam. Maar nu moeten wij gewoon een goede lap dus noteren. Hopelijk of dat kan. Dat is de vraag. Maar we zullen zien. Nee, het is geen goede ronde geworden. En wij vinden ze dus als P19. Helaas. We're all ready for tomorrow's race, but before Bottas pakt de pole en Leclerc op de eerste rij. En Vettel als derde. Raikkonen 14e. En Albon in de top 10. Dat is heel knap. Echt heel knap. Nou, we verliezen dus weer ten opzichte van Kimi Räikkönen. En ik denk dat dit jaar best wel moeilijk gaat worden voor ons. Dat denk ik. Maar we kunnen nog onbeheerst zetten in de tweede seizoen zelf. Dus daar ben ik ook niet echt bang voor te zijn. Dat we de rivaliteit verliezen. En als we die verliezen, is het helaas pech gehad. Daar kunnen we ook niks meer aan doen. Tough luck there. It's not quite where we'd want to be on the grid. But chin up, it's not the end of the world. Ja, klopt. De race moet nog worden gestart. En die gaat ook worden gestart, maar eerst gaan we dus beginnen met de intro. The curtain rises once more then on the desert stage of Sakhir. As the players take their places for the opening act. Will they enthrall us like they did in 2014 with that titanic battle between Nico Rosberg and Lewis Hamilton? Well, we'll find out shortly as we get underway here in Bahrain. Formula One returns to the desert today on this exceptional 3.36-mile circuit. 15 corners provide plenty of overtaking opportunities. It could be a strategic race, this one, with Sakhir notorious for eating up the rear tyres. Watch out for drivers managing their rubber at some point during the Grand Prix. A warm welcome to Anthony Davidson, who's beside me in the commentary box today. Why don't we get things rolling by talking about George Russell? Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. With the race minutes away from starting, here's what today's grid rundown looks like. Valtteri Bottas lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Vettel, Hamilton, Pierre Gasly and Verstappen, Hülkenberg, Ricciardo, Perez and Alexander Albon, Magnussen, Grosjean, Lucas Faber and Raikkonen, Sainz, Norris, Lance Stroll and the Professor, Butler and George Russell ends our grid lineup. And with lights out just moments away, it's time to go down to the track. Nou oké, Russell heeft dus een grip penalty gepakt, dus wij zetten dus naar P18. Race-strategie en daarna gaan we door naar de race. Neem wat extra fuel mee zodat we hard kunnen pushen met deze auto. Hopelijk gaat het ook gebeuren als de lampen aangaan. Want de lampen gaan dus aan voor de grote race van Bahrein. De career aflevering 3 gaat op dit moment beginnen. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En het is een niet zo fijne start. Want Russell en Butler zijn nog gelijk beter. We blokkeren Russell er eventjes. Norris wordt er helemaal opgesloten. Opgesloten bedoel ik. Räikkönen. Die zit aan de binnenkant. We laten hem leven. Hij laat ons ook leven gelukkig. We kijken er wel, maar we schieten een klein beetje door. En de racing point van Sol is ons voorbij.
Een plek gewonnen bij de start. Daar maken we er dus nu 2 van, want we zitten naast de Racing Point van Lance Stroll. En het is gewoon P16. Raikkonen heeft de Norris aan het vechten en we pakken hem buitenom. En dat is P15. We kunnen daar ook even naar Norris kijken. Doen we ook. In de wielen van Weber. Norris stuurt gewoon op ons in. Onder nummer 2 inmiddels. Grosjean hebben we ook voorbij. DRS mag worden ingezet. We blokkeren Grosjean op het lange rechte stuk. En Albon en Weber zijn aan het knokken voor P11. Daar komt Grosjean met de aanval. Maar die slaat die af. Want hij kan niet genoeg naar ons toe rijden. De pitwindow. Als we nu een pitstop zouden maken, zouden we nu op P20 terugkomen. Wat betekent dat wat niet goed is. We hebben DRS vanwege Alexander Albon. Wij zitten rijden binnen de seconde van Alexander Albon, die nog steeds met Lucas Weber aan het vechten is om P11. Grosjean kan niet naar ons toe rijden. En Kimi die zit wat achter. We maken een klein pauze. We hebben namelijk een voorvleugelschade, want we hebben de vleugel kapot gereden toen we een aanvraag van Kimi Räikkönen. Die heb ik helaas niet opgenomen. Sorry daarvoor. En verderop ronde nummer 4 gaan we nu inmiddels in. Grosjean zet aanval in op P14. We doen hem naar de muur, maar dat lukt helaas niet. En Lance Stroll zit er ook. Maar we remmen weer diep. Oh, Lance Stroll. Die zat daar nog. En P14. Want Kimi die zat er even aan de buitenkant. Maar die heeft de aanval niet weten te slagen. Even verderop met Lando Norris. Terwijl ook Russell daar zit te kijken. Het is daar heel veel auto's op een hoopje. Norris in de slipstream. Er komt ja met de aanval. Wij blokkeren de binnenkant. Oh, Norris vertraagt. Oh, Lando Norris is uitgevallen. Ja, helaas. Lando Norris is dus weg. Terwijl we hier moeten verdedigen omdat het van George Russell voor P14. Russell naar de buitenkant, wij naar de binnenkant. En dat is nog steeds P14, want wij blokkeren hem nog steeds goed. Terwijl de auto van Norris daar nog steeds niet is weggehaald. De auto van Norris is weggehaald en Kimi komt daar gelijk met de aanval op P14. Hij rijdt ook op een andere strategiebanden op de medium, maar volgens mij is hij al naar binnen geweest. En we pakken hem hier gewoon weer terug in de langzame bocht, maar hij zit daar nog. Kimi zit daar nog, we gooien alles open om de snelheid van Alfa Romeo toe te passen. George Russell zit er ook bij Kimi Räikkönen. Daar komt George Russell met de aanval. Verstappen is ook naar binnen geweest. Vettel komt ook uit de pitstraat terwijl George Russell ons gewoon aanrijdt. En wij tikken hem hier gewoon terug. Maar het heeft ons wel voorvleugelschade opgeleverd. Räikkönen en Verstappen. Terwijl Verstappen daar wel keek, 3 dik in een bocht, dat kan allemaal hier. En Verstappen heeft die aanval dus gedaan op Räikkönen. Terwijl wij naar binnen komen voor een nieuwe neus en een nieuwe versus set van de mediumband. Kijk hoeveel seconden dit gaat duren. George Russell is ook binnen, een van de Renaults is ook binnen geweest. Maar dit gaat wel extra lang duren vanwege die neus. ...7.3. Langzame stop, maar dat kwam door die neus. Dus nu moeten wij gewoon met deze medium banden zo ver mogelijk proberen naar voren te komen. Hopelijk dat het ook lukt. Ronde nummer 8. Even later in ronde nummer 12. We rijden wel naar George Russell toe, die ook op de medium band rijdt. Hij is namelijk ook op de soft banden gestart. DRS is hier geopend en nu kunnen we naar George Russell toe rijden. We hebben alles openstaan, Rich en Low. Ja, niet alles, maar alleen de fuel hebben we openstaan. Nu niet meer naar standaard. Even hier ook kunnen we aanval bij Russell. Nee, helaas niet. Maar we duiken naar de binnenkant. En dat is gewoon P18. Nu kunnen we naar Kimi Räikkönen toe rijden. Hopelijk dat het ook gaat lukken met nog 2 ronden te gaan. Kimi rijdt niet zo snel, zie ik. Tweede sector is slecht. Derde sector en eerste sector is een verbetering van ons. Terwijl George Russell weer met de aanval komt.
We bewegen de binnenkant. En Russell zet niet door. Nog steeds P18 voor ons. Kimmy voor ons. En Russell achter ons. Niet zo'n goede exit vanuit bocht nummer 2 op het lange rechte stuk. Maar Russell kan hier niet echt een aanval maken. We gaan nu alles sparen voor het lange rechte stuk. Van derde lange rechte stuk, sorry. Waar je DRS mag gebruiken. En je kunt het gat met Kimmy. Later in ronde nummer 13, aan het einde van de ronde nummer 13. Zitten we hier in de slipstream van Kimi Räikkönen. We hebben alles openstaan. En dat is P17. De laatste ronde zit er inmiddels in. Maar die kunnen we niet naar de auto van de Racing Point van Stroll rijden. Ik moet steeds weten aan die naam. Ik wil steeds Vosinia zeggen. Alleen dat is hem niet. Räikkönen kan hier wel terugkomen. We duwen hem naar de buitenkant. Maar hij zet gewoon door. We raken elkaar wel. En Räikkönen schiet over de curbstones. En die kan hier niet meer aanvallen bij ons. De eerste sector is slecht. 2/10 langzaam onze beste lap. Gap met Kimmy is 0.3. Nog steeds spannend. Niks blokkeren. Dat mogen we hier. Niks blokkeren. Anders zijn we de Sjaak. Nou, gelukkig hebben we dus gered. Wij vinden het dus voor Kimi Räikkönen als P17 in de grote prijs van Bahrein. The Mercedes team pulled out a fantastic performance today. They should be proud. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I honestly feel it's down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Mercedes are on top form once again after an excellent race weekend. It's great to see them up on that podium once again. Nou, hier bij de uitslag. Lewis Hamilton wint de grote prijs voor het team uit Valtteri Bottas. Vettel maakt podium plek voor Ferrari. Albon weet die 10e plek niet te verzorgen in een punt. P13. En het publiek schreeuwde volgens mij ook gewoon Lewis Hamilton. Butler krijgt een driver of the day. En wij vinden ze dus voor ons team uit Kimi Räikkönen. Let's move on to the constructors. Mercedes continue to extend their 25 punten al voorsprong voor Mercedes op Ferrari. En wij zijn nog steeds de laatste in het klassement met 0 punten. 20 punten verschil met Hamilton en Leclerc. En wij staan 19 in het klassement. Nou, de resultaten. We winnen een klein beetje ten opzichte van Kimi Räikkönen, maar hij heeft nog steeds 4 punten voorsprong op ons. Met rivaliteit, resource points voor upgrades aan de Alfa Romeo. 1200 in totaal. Niet gehaald helaas. Oh, de reputatie is wel gezakt. Nou, dan moeten wij die dus gewoon in China volgens mij... doorgaan zetten. Nou, Carl, bedankt dus nog eventjes. Nou, dit was dus de video. Mensen, ik hoop dat jullie genoten hebben. Laat je gewoon een like achter als je genoten hebt. Abonneer op mijn kanaal voor meer afleveringen van F1 2019 Career en Podcast 2 Career. Reageer op wat ik kan worden. Volg me op de sociale kanalen, links in de beschrijving. Zou ik zeggen, een fijne dag verder. En tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Career Mode. Gaan we verder met de Career. Een fijne dag verder. En tot ziens.